Weert is ons doel vandaag. Vanuit het zuidoosten komen we aanvliegen over de wijk Graswinkel. De spoorlijn Eindhoven-Roermond vormt een duidelijke afscheiding tussen het zuidelijke deel en de rest van de stad. De komst van het spoor de IJzeren Rijn, hier te zien als afsplitsing, en de aanleg van de Zuid-Willemsvaart zorgde eind 19e eeuw voor een economische opleving van Weert. Weert of Waard betekent hoger gelegen land te midden van water en moerassen. Hier wonen al sinds de prehistorie mensen. In 2014 vierde de stad zijn 600-jarig bestaan. De Sint-Martinuskerk heeft bijna die hele periode het beeld van de oude stad beheerst. De toren was tot eind 19e eeuw een stompe toren. Toen werd er nog een stuk opgezet. En met bijna 105 meter was de Lange Jan, zoals hij in de volksmond werd genoemd, de op twee na hoogste kerktoren van Nederland. In 1940 onthooft een najaarstorm de Lange Jan. En pas in 1960 komt er een nieuwe spits. Nu is de toren nog maar 78 meter hoog. Tegenover de kerk zien we het Van Horne Museum, gevestigd in het voormalige stadhuis. Sinds kort wordt de gemeente bestuurd vanuit dit splinternieuwe gebouw. Draaien we naar het oosten, dan zien we eerst in het Groene Park nog net het dak van kasteel Nijenborg, gebouwd door de graven van Horne. En even verderop het Menderbroedersklooster. Nu biedt het onder andere onderdak aan zorgcentrum Hieronymus. En dan komt de Zuid-Willemsvaart in beeld. Het kanaal van Maastricht naar Den Bosch werd in 1826 in gebruik genomen als alternatief voor de Maas. Het bracht economische activiteit naar Weert, dat zich de Poort van Limburg noemt. En dat is ook de naam van de nieuwe entree van de stad, met een nieuwe ophaalbrug, kantoren, woontorens en een passantenhaven. De Sint-Hubertusmolen verwelkomt de bezoekers die vanuit het noorden Weert binnenrijden. Even buiten Weert ligt het natuurgebied de Weerter en Budelbergen. Een groot deel is bezit van de koninklijke landmacht. Hier wordt geoefend met voertuigen en dat is duidelijk te zien aan het patroon van de zandpaden. En als we de grens passeren met Noord-Brabant, zien we de zinkfabriek Budel, nu onderdeel van het Zwitserse Neerstar. En als we dan weer naar het oosten vliegen, richten we onze blik nog één keer op Weert. In dit geval de wijk Keent, met het sportcentrum Sint-Teunis en de Sint-Jozefkerk.